Wat maakt Venlo? Dat zie je vanaf maandag 4 november 6 weken lang bij Omroep Venlo. Venlo kent veel ondernemersgeest, daadkracht en innovatief vermogen, waardoor veel bedrijven koploper zijn in hun eigen niche. Als je foto's laat zien van de Burj Khalifa, de hoogste toren in de wereld, en daar staat dan een stoel van ons. We hebben onderdeeltjes gemaakt voor Ferrari, voor Porsche. Ground Zero, het nieuwe World Trade Center, zit scheutenglas in. In Wat maakt Venlo maken we ook een brug naar de toekomst. Betrokkenen vanuit ondernemers, politiek, onderwijs als ook studerende jongeren bespreken de kansen, mogelijkheden en uitdagingen om kopposities vast te houden en te laten groeien. Ik ben echt ook benieuwd wat er nu in die schoolbanken wordt bedacht, waarmee ze morgen naar buiten gaan komen en waarmee ze dan zeggen van hé, dit kunnen we anders doen. Als je wil, dan kan je nu naar Rotterdam trekken. Nou, ik ga naar Rotterdam. Daar komt ie. Is dat dan de toekomst, dat we straks een fiets kopen die gewoon geprint is? Dat gaat wel gebeuren, ja. Wat maakt Venlo? Een programma over trots, kansen en samenwerking. De betrokkenen gaan hierover in gesprek met presentator Frans Pollux. Hiervoor worden op 29 en 30 oktober in een unieke tv-setting in Villa Flora 6 programma's opgenomen, waarbij u als publiek aanwezig kunt zijn.